In de Koude Oorlog stonden het kapitalistische West-Duitsland en het communistische Oost-Duitsland lijnrecht tegenover elkaar. Met de Oostpolitiek van Willy Brandt kwam er eind jaren 60 verandering in. Maar wat was die Oostpolitiek en welke gevolgen had die? In deze video zoeken we dat uit. Om deze vragen te kunnen beantwoorden moeten we eerst terug naar het ontstaan van de Bondsrepubliek Duitsland in 1949. Konrad Adenauer, leider van de Christen Democratische Partij het CDU, was toen de eerste bondskanselier van het land. Hij voerde een traditioneel kapitalistisch bestuur, waarbij hij een harde buitenlandse politiek ten opzichte van de DDR voerde. Hij stond voor intensieve samenwerking met het Vrije Westen, zo geheten Westbinoen, en beschouwde West-Duitsland als het enige legitieme Duitsland. Daarom erkende hij de Oost-Duitse DDR niet als land. Dat was voor Walter Ulbricht, de leider van de DDR, reden om niet te onderhandelen met de Bondsrepubliek. Ook de opvolgers van Adenauer, Ludwig Erhard en Kurt Keogh Kiesinger, weigerden de DDR te erkennen. Met het aantreden van Willy Brandt als bondskanselier op 22 oktober 1969 kwam een verandering in deze situatie. Als oud-burgemeester van West-Berlijn in de periode van 1957 tot 1966 had hij met eigen ogen gezien hoe de bouw van de Berlijnse muur het leven van veel mensen, zowel in West- als Oost-Berlijn, ingrijpend veranderd had. Vasthouden aan de oude politiek. Zou betekenen dat de situatie niet verbeterde. En samen met Egon Baar bedacht Brand als leider van de SPD, de Sociaal-Democratische Partij van Duitsland, een nieuwe buitenlandse politiek die de Nooie Ostpolitiek werd genoemd. In deze politiek draaide het om toenadering zoeken. Door toenadering te zoeken tot de DDR kon verandering tot stand worden gebracht, zo meende Brand en Baar. Met deze Wandel durch Anneerung hoopte Brand dat er een betere sfeer zou ontstaan tussen de BAD en de DDR. Waardoor de leiders van de DDR haar burgers meer vrijheid durfden te geven. Uiteindelijk hoopte hij dat er een vrijwillige Duitse hereniging zou ontstaan. Bijna direct na zijn aantreden als bondskanselier maakte Willy Brandt werk van zijn plannen. Zo bracht hij in maart 1970 als eerste bondskanselier een bezoek aan de DDR, waar hij enthousiast werd toegejuicht. Twee maanden later volgde ook een tegenbezoek van de Oost-Duitse premier Willy Stoof aan West-Duitsland. Deze bezoeken zorgden voor een ontspannen houding. Willy Brandt ging erom een stapje verder en zocht contact met de Sovjet-Unie. Met deze communistische grootmacht sloot hij op 12 augustus 1970 het verdrag van Moskou. In dit verdrag spraken de beide landen af om te streven naar ontspanning, zodat de situatie in Europa zich kon normaliseren. Bovendien erkende de Sovjet-Unie in de Bondsrepubliek de bestaande grenzen van de Europese Staten en beloofde ze geen aanspraak te maken op het gebied van andere Staten. In het bijzonder werd de oder grens als westelijke grens van Polen en ook de grens tussen de DDR en de Bondsrepubliek als onaantastbaar verklaard. Hoewel de wens van Willy Brandt voor een Duitse hereniging in de ijskast werd gezet, was dit wel een enorme doorbraak in de verhoudingen tussen West-Duitsland en de Sovjet-Unie. Dit succes smaakte voor Willy Brandt naar meer. Hij haalde ook de betrekkingen aan met andere Oost-Europese landen. Zo ging hij in december 1970 op bezoek in Polen. Met dit land had Duitsland door de Tweede Wereldoorlog een moeizame relatie. De vernietigingskampen van de naties stonden bijvoorbeeld daar en ook de zogenaamde Heimatvertriebene waren afkomstig uit dit land. Het bezoek van Willy Brandt lag dus gevoelig en trok veel pers. Brandt ging de gevoeligheden niet uit de weg. Hij legde een krans bij het monument voor het voormalig ghetto van Warschau, waar de naties duizenden Joden hadden vermoord. En bij de kranslegging knielde hij. Deze actie ging de hele wereld over en maakte indruk op heel veel mensen. Het leverde Brandt in 1971 zelfs de Nobelprijs voor de Vrede op. Toch was er ook kritiek op Willy Brandt. In eigen land vonden sommige politici hem te soft, wat bijna tot de val van zijn kabinet leidde. Maar bij de verkiezingen in 1972 behaalde de SPD een ruime meerderheid van de stemmen en kon Brandt bondskanselier blijven. En met deze steun in de rug zette hij de Oostpolitiek voort. Brandt richtte zijn aandacht nu volledig op de DDR. Onderhandelingen tussen beide landen werden gestart en die leidden in december 1972 tot de ondertekening van het zogenaamde Groenlagenvertraag. Terwijl het basisverdrag. Daarin erkenden de beide Duitslanden elkaars grenzen en soevereiniteit, zonder dat de Bondsrepubliek het streven naar eenheid geheel losliet. Er werden surrogaatambassades opgericht en West-Duitsers konden gemakkelijker hun familieleden in de DDR bezoeken. En ook zegde de Bondsrepubliek financiële steun toe aan Oost-Duitsland. Hoewel Brandt bijna overal lof toegezwaaid kreeg voor dit verdrag, kwam er toch een plotseling einde aan het tijdwerk van Willy Brandt als bondskanselier. In mei 1974 werd Gunther Guillaume, een naaste medewerker van Brandt, namelijk ontmaskerd als DDR-spion. Willy Brandt moest daarom tot zijn spijt aftreden als kanselier. Met zijn aftreden kwam er een einde aan de Oostpolitiek van Willy Brandt. En hoewel de afspraken van de verschillende verdragen niet werden teruggedraaid, was de reiniging tussen de Bondsrepubliek en de DDR weer erg ver weg. Deze reiniging zou pas in 1990, bijna een jaar na de val van de Berlijnse muur, een feit zijn.